Hoi, ik ben Frank. Welkom bij Brouwgabbers Bierreview. Laten we eens kijken welk bier er vandaag op de bierschap staat. Zo, het bier wat ik dus vandaag heb gekozen is Grolsch Lentebok. Frisse Lentebok. En het is een biertje uit Nederland. Hè? De oprichting van Grolsch begint allemaal op 11 mei 1615. Als Willem Neerveld een pand van de Grol in Groenlo koopt. Voor een start van een brouwerij. En die is te vinden op de Brouwerslaan 1, 7548 XA in Enschede. Zo. Nu we dit even hebben gehad, hè, nu gaan we toch eens even kijken eens naar ons etiketje, dus naar ons flesje, hè, hoe dat eruit ziet. Schoon, hè? Schoon, schoon kleuren, die groen kleuren, hè, dat ziet er echt uitnodigend uit. Dus echt, je ziet dat is echt lente, de lente hangt in de lucht als je zoiets opentrekt. Grolsch brouwt al bijna 100 jaar van die speciaalbieren. Met rijke smaken, passen bij verschillende momenten en seizoenen. Dus dat is dus hier ook weer klaar en duidelijk weer zichtbaar. We gaan eens kijken. Oh ja, we gaan nog niet kijken. Het type van het bier dus, is dus een goudblond. Met een alcoholgraad van 7%. Dus nu gaan we eens heel voornaam. Dat klinkt heel zacht. Hè? We gaan dat eens inschenken, dat spullement. Voilà. Ziet dat eens parelen, jongens. Hey. Ziet dat eens aan, jong. Kijk, dat bruist van gezelligheid, dat ding. Ziet dat een prachtige kleur. Hè? Echt goudblond. Dat heel fijn parelend erin. Die goede stevige schuimkracht toch die erop staat. Jawel. We gaan eens proeven, hè. Het is goed dat smaakt. Nou, ja, we gaan eerst de neus eens nemen natuurlijk. Dat doen we altijd voordat we gaan proeven. Hè? Ja, dat riekt lekker. Kruidig. Heerlijk. Het is toch wel een hele kruidige smaak. Zo wat je in de geur krijgt. Dus we gaan eens proeven. Kolkens, hè. Licht zoet. Dat zit goed in evenwicht, ook met de aroma's van citrusvruchten. Lekker fris. Kruidige tint. Amai, met een wrak. Ik zal dit ook eens associëren tegelijkertijd met voeding. Verse asperges. En het licht pittig karakter van gegrild of geroosterd vlees. Ik heb dit glas eens lekker ledig. En dan zie ik u subiet terug voor de eindconclusie. Tot subiet. Oké. Ik ga nu, je ziet mijn glas is bijna leeg. Dus dan ga ik dus nu mijn eindconclusie geven. Erover. Mijn conclusie is, Grolsch Frisse Lentebok, hè, is door haar fris en lichte zoete smaak ook heerlijk om in de zomer te drinken wanneer dat je buiten van een lange zomeravond geniet. Dus ik zou zeggen, dit was het weer met ons bierreview. Tot het volgende bier. En ik zou zeggen, cheers!